De Bart op je beeldscherm, daar ben ik weer. Deze week even een beetje een kleine update. Er komt wat nieuwe content op het kanaal. Onder andere wat meer over deadliften, wat meer over het squatten. Echt tips die mij super goed hebben geholpen. Waarvan ik ook zeker weet waar die jullie eigenlijk hartstikke goed gaan helpen. Waarom zeg ik dit? Er komen nog wat video's aan. Die herkennen jullie ook wel aan de thumbnails, zoals ze dat zo mooi zeggen. Die zijn nog wat ouderwets, wat geel. En dat is onder andere thuissporten, thuisoefeningen dit, thuisoefeningen dat. En die wil ik eigenlijk zou ik ze bijna willen verwijderen. Maar ja, ik heb zoveel werk in de video's gestopt dat dat hartstikke zonde is natuurlijk. Dus dat doe ik niet. Maar de reden dat jullie op dit kanaal abonneren is zodat ik jullie kan helpen. En zodat jullie ook harder progressie maken. Daar gaat het om. Dat is wat ik wil bereiken met dit kanaal voor jullie. En als jullie thuisoefeningen willen zien of dumbbell oefeningen of weet je, zulke soort dingen, dat vinden jullie wel op een ander kanaal. Dus daar is dit niet voor. Dus ik wil eigenlijk gewoon echt meer doelgerichte tips geven. Goede tips. Dus de nieuwe video's krijgen een zwarte thumbnail en die andere dat is nog een beetje geel en ouderwets. En de andere worden gewoon zwart met een beetje geel-gouden lettertype. Dus daar kun je de in mijn ogen iets wat betere video's aan herkennen, wat meer ja, doelgerichte en wat meer nuttige informatie. Dat is dat. Deze week, ja, ik voel een verschrikkelijk grote spierpijn al een week lang. Daarnaast ga ik ook dit weekend een weekendje weg met de jongens. Het zal misschien wel wat gedronken worden, dus het zal niet heel goed zijn voor de progressie. Maar ja, goed, daar trainen we wel weer omheen. Het leven bestaat natuurlijk ook een beetje uit genieten. Ja, het is alleen, ik hoop gewoon even dat de spierpijn weggaat en dat ik deze training al geen last van heb. Dat ik de komende week in ieder geval geen last van heb, tot in ieder geval het weekendje weg. Maar zonder verder gedoe, we gaan beginnen. Sorry als jullie muziek horen, zoals jullie zien heb ik mijn oordopjes niet in, omdat ik ze in mijn auto heb laten liggen en ik ben veel te lui om minimaal 20 meter te moeten gaan lopen natuurlijk. Maar dit is toch wel shit, dit is toch gewoon de shit. Dus ik moet nog even een plekje krijgen ergens. Een original beard trimmer, ik heb hem van iemand gekocht die hem hand heeft gemaakt, hartstikke leuk. Die gaat even een plekje krijgen. Die voelt toch iets zwaarder aan eigenlijk als dat ik zou willen. Even wat rustpauze houden, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen natuurlijk. Ik ben benieuwd. Zo, training zit er weer op. Ik ga nog wel wat extra's doen. Zoals ik aan het begin van de video zei, ik heb eigenlijk heel veel spierpijn. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het spierpijn. Want dat blokkeert gewoon je progressie. Dat schiet niet op. Gelijk een tipje ga ik meegeven. Ik ga wat pull-ups doen. Die ga ik zeker niet te zwaar doen. Gewoon alleen mijn lichaamsgewicht. En die doe ik met een assistentie met een band. En ik blijf ook zeker wel 1, 2, 3 reps van failure vandaan. Dus gewoon rustig, beheers. Gewoon even lekker het bloed laten doorstromen. Komt-ie. Bandje. Je hebt hier trouwens verschillende kwaliteiten van, volgens mij met 100%, weet ik niet 100% wat. Ik heb wel eens een goedkoper gehad, absoluut niet kopen, want geloof mij, die breken gewoon. En dit is, kost een bandje van 10 euro of zo, gok ik, misschien nog niet eens.
Ik dacht dat hij ooit van Iron Force was. Yes, Iron Force. Gratis reclame, bruikje voor hun. Band eromheen, voet erin, pull-ups. Klaar. Natuurlijk, ik weet niet of het in beeld te zien is, maar ik til mijn knie op en doe ik mijn knie door de band heen. Maar je kunt het natuurlijk ook volledig uitrekken en gewoon met je voet erop gaan staan, zodat die band langer wordt uitgerekt. Heb je meer hefboom natuurlijk, heb je meer vering wat je tegenveert, wordt die veel lichter. Ik heb zelf hier nog één lichte band van. Die gebruik ik nog wel eens voor opwarming. Echt perfect dingetje door, perfect. Maar je hebt ze inderdaad ook gewoon in verschillende zwaartes, in verschillende diktes. Dus als je geen pull-ups kunt, koop zo'n dingetje. Dit is een medium band. Is voor heel veel mensen eigenlijk al voldoende. Ik zou zeker niet lager gaan, maar je kan wel een iets dikker en iets zwaardere variant kopen als je totaal geen pull-ups kunt. Volgende week natuurlijk weer. Allemaal weer bedankt voor het kijken. Als je niet geabonneerd bent, dat kan natuurlijk. Ik hoef je niet uit te leggen wat het is. Hè. Onder de video op het kanaal, dat weet je best wel. Tot volgende week. Tjalas.